Wacht even. Vincent. Ja. Er zit een breuk in de lijn. Stop het. Hij klopt op de eerste keer. Oh, kom. Ik had het ding. Ik had het stopwoord. Egel. Stopwoord. Hey, kijkers van Minecraft Streams. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe GTA 5 DNF-strijd. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben hier vandaag samen. Ja, het is elke keer hetzelfde, hè? Met je boy Chromo, Gijs en Jan. Gijs moet altijd. Ik heb vandaag trouwens races. Oké. Ik heb trouwens echt vette races voor jullie gemaakt. Heb jij ze gemaakt? Nog tuurlijk. Wel. Wie heeft inderdaad dat kutteuntje? Wie heeft die toeter aan? Chromo. Jan. Nee, Jan. Ik heb een kersttoeter. Kom maar bij mij in de buurt. Oh jongens, ik ben echt bang. Ik hoor je niet, Chromo. Hey, wat doen jullie hier? Jongens, laat mij naar buiten. Jongens. Je mag er middenin. Oh, yo! What the fuck? Wie zit er achter mij? Fuck, hey, Gijs, jij ook hier. Hey. Gijs, je bent echt, je kan echt niet remmen, deze man. Hoi. Hey, Gijs. Ja, waarom doe je dat nou? Ja, jij beukte mij net ook. Nee, dat was Gijs! Oh, sorry. Ja, Chromo. Waarom beuk je Jan? Ja, waarom beuk je Jan? Ja. Omdat Jan dat verdiende. Hij beukte mij. Ah, dat was kut. Balenkaal. Dat was kut. Maar ze zijn hier al, Jan. Dat was een mooie poging. Ja, ik wou Gijs voor jullie weer beuken. Aardig, hè? Oh ja, dan zal nee, ik tuurlijk. Nee, dat is Gijs niet! Oh, dat is Gijs niet. Ja, die is... Het is zwart, wat... Ah, nou, dan hij is rood als je mijn auto... Daar een naam boven je... Ja. Loopt die mij te porren. Ik heb Gijs gebeukt. Oh, nee! Ah, kak ik net niet! En Jan vliegt er ook nog knijters uit naast! Hetzelfde idee, Vincent. GG. Oh, Gijs! Bol! Wow, wat is dit? Ja, sorry, Chromo. Ik heb weer een nieuwe wallride gevonden voor jullie. Ja, ik zie het, man. Prettig. En zelf geknutseld, hè? Ik was bij de Gamma. Gedaan, hè, die man. Ik was bij de Gamma en ik dacht, ik neem even wat vrachtwagens mee. Gijs! Oh, nee! Ik ga hem halen, Chromo. En je verpest het zo. Nee, maar jongen, ik zal nog een keer je ogen uit je vinwis trekken. Doe dan. Nou. Lekker reis. Lekker bezig. Oh, Vincent, rustig. Ik ga er gewoon zelf al vandoor. Oh. Ga rijden door, Vincent, rijden door. Als ik rijd door. Oh. Alsjeblieft. Oh hè. My god, rip. Ik heb hem. Echt? Ja, nee, ik rij achter je. Kijk dan. Nee, je hebt hem. Kijk dan. Hoe kun jij hem hebben? Nee, ja. Jan die gaf me een goede setje in de goede richting. Ah, ben je nu eerste? Nee, tweede achter jou. Oh, ik rij. Oh, wacht helemaal. Ik rij achter je. Zie je mij? Hallo. Ja, ik zie je. Hé, hey, jij ook hier. Mooi man. Ja, man. Ah, mooi, gek. Jongen, vliegen. Ah, nee, niet. Bier. Huh, zo. Oh, ik mis hem echt. Echt. Mis je die jongen echt, Gijs? Ik wist het. Ik wist dat een grabber van jou was. Ja. Bier. Zo. Zie je Gijs daar op zo'n hardcore feestje? Bier. Zo. Oh, ik zou nog een keer met Gijs naar Defcon gaan. Ja, maar hij gaat toe, nooit, hè? Vincent. Huh? Vincent is altijd druk. Laatst zei tegen mij ook iemand van, ga je naar Defcon toe? Ik zeg, bestaan niet, Defcon 1. Oh man. Jezus. Oh my god, die grap. Oh, hij schoot er even in. Ah, ik moest zo hard lachen dat ik tegen de muur kwal. Oh, dan ga ik vaker zoiets zeggen. Wie heeft nog meer de wallride niet gehaald? Ik. Jan. Wat, hoe kunnen jullie de bal? Hé, maar Gijs, heb je al een kaartje dit jaar voor Defcon? Misschien. Ja, en nee, heb je hem al? Ja. Jezus. Misschien. Ja. Jij bent er altijd op tijd bij, hè? Ja, pre-sale code. Jongens, houd het even privé, oké? Okay? Oh, sorry. Ik ga het gewoon niet zeggen dat ik naar Kaartie ga. Ga je niet naar Paaspop? 10.000 luchtballonnen. Nee, Chrome gaat altijd naar Sinterklaas in tocht. Oh, nee, wat is daar mis mee? Ja, precies. What the fuck, man. Oh, kak, ik krijg weer mis. Ben ik hem als first try voorbij komt, janken. Daar is niks mis mee. Hey, ik ga naar Purple Pop. Oh, man. En dan ben je zo erg achter, hè, Jan. Nee, ik valt er mee, jongens. Ik ben nu gewinnen. Oh my god, ik haal hem. Ik ga gewoon door. Oh, nee. Klaar. Heb je hem nou al? Jezus, gekke man gewoon. Hij is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar de walruit op te rijden en dan ga je over de grond schuiven. Zo, hop.
Jan, ik zal je helpen. Hey, thanks man! Thanks, hè! Gijs, heb je hem gehad? Ja, ik ben in ronde 2. Netjes. Zo, what the fuck was dat dan, joh? Dat weet ik niet. Je bleef even hangen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Je kunt dit toch wel? Je snapt dit wel. Hier, nu op de grond rijden. Dat weet ik, maar kijk. Ja, eerder, Harry. Oh, eerder, oké. Okay. Nee! Ik haal hem bij de einde, haal hem bij de vrachtwagen. Dan ga ik er overheen. Oh, ik moet nog zo ver, hè? Hey, je moet eerst die stad nog door. Ja, naar beneden nu. Hey, goeie man. Je kunt... Oh. Hey joh. Ik kom Vincent voorbij. Ja hoor, deze man heeft hem. Oh nee, dan is het helemaal rip. Dat wordt 1-1 voor 2 boys. Ah, hoppa. Naar beneden. Hey, zie je komen? Onze outfits doen het hem gewoon, hè? Ja, nou. Maar voor de mensen die even kijken, kijk, zo zie ik eruit. Zo. Gele hand. Oh, door de boom heen. Landen. Kijk, zo zie ik eruit. En als we even wachten. Oh nee, dat ga je toch niet meer halen. Gijs, het eentje erbij. Oh nee, ik haal hem makkelijk. Let op. Gijs, eentje. Jan, eentje erbij. Je hebt maar bijna 1,5 minuut tussenstand. Zo. Nou, Jan, je hebt hem in 1 keer in ieder geval gehad. Oh, wat? Wat? Ik had dat de fuck. Nice, GG. Die woont zit achterin, joh. Wacht, ja, ik ga nog 1 keer tegen doen. Je kruin aan en toen zei ik kruin ploep. Ploep. Oh ja, nu niet, hè? Nee, je ketste door de cats. Yo, boven. Lekker, zo lekker een spin. Kijk, als je even kijkt naar mijn outfit en je kijkt even naar het outfit van Chromo. Kijk, dat geeft gewoon aan dat we op elkaar ingespeeld zijn. Nou, als we even wachten totdat dat stomme JP en geld even voorbij gaat. Hey, Jan-Peter Balken en een prima gast. Doe niet zo. Ja, Jan, level 1-1-2, jongens! Nice! Boom. Kijk, mooi pakkie Chromo. Nou, ja, op naar de volgende race! Oké dan! De tweede race. Zijn jullie er klaar voor? Jan, kap met zoenen, man. Oh, sorry. Neem even een kamer of zo. Ja, natuurlijk zou ik het hierna doen, ja? Ik wist dat je met Zoe graag wou zoenen, maar... Oh, wacht, jongens! Er is een egel over! Ja, we kunnen weer. Ik draai 4 rondjes. Fucking mijn god, jongen. Echt waar. Jan reed er ook nog zo mooi achter ook. Ja, ik reed gewoon door, weet ik van wat die vet weer doet. Want die kaart op zijn rem, dan moet je mijn auto zien, joh. Oh! Yo! Rustig! Man, beuk er maar in, jongen. Maar deze hebben we echt gewoon nog een paar dagen terug gedaan. Nou, nee. Een paar dagen. 3 jaar geleden. Oh, Gijs! Oh, daar knalde ik tegen een paaltje aan. Nu weer. Oh. Hey, Chromo! Jongens, doe eens rustig, zeg. Wauw, wat gezelligheid hier. Nee, deze hebben we toch niet gedaan? Weet ik niet. Jawel, toch? Ja, jawel. Die had ik toen met de Sultan. Ja. Maar waarom hebben we dan nu superauto's? Omdat we dat een superauto is. Bedankt, Jan. Dan is een superauto. Jezus, ik kan ook fucking... Oh, aan... Gijs! Hebben we deze echt gedaan? Denk aan de egel. Oh. Wat gebeurt er allemaal, gek? Ik weet het niet, maar we doen een beetje stom tegen elkaar. Ho, sorry. Ja, deze hebben we inderdaad gedaan. Poink. Waar moeten we heen? Omhoog. Oh, hier. Hi. Nee, netjes. Gaan we allemaal bij elkaar lopen rumpenstumpen hier? Tuurlijk, joh. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Hoort het. Dat doen Matties, oh. Ja. Oh my god, ik slip er vanaf. Wie heeft hem gehaald dan? Niemand. Ik, hè. Gijs ook dus. Nee, ik ga ik vlieg hier in mijn eentje. Ik vlieg alleen hier, in een net afgeduwd. Lucht. Oh, what the fuck? Nee, ik had hem nog! Toen ik tegen het ding aanknalde. Oh. Met de vlammen in de pub, ik hier een meintje door de straat. Zo! En Chrome heeft nog 3 shaggies op en hij weet niet hoe het gaat. 3 shaggies ook hier, oh ja. Wat zeg je nou? Ik heb hem gehaald. Oh shit. Gijs gaat oploffen. Nee, ik ga dit. Nee, ik heb de brandblusser erbij, jongens. Ik moet toevallig pissen. Oh, what the fuck? Oh, wat de fuck ben jij aan het doen, Jan? Weet ik niet, hij stelt erbij zeg dat ding. Oh. Nee, ik heb hem nog niet. Come on. Oeh. Ja, lekker jongens. Nou kan hij wel weer, hè. Nou kan Jan, die gek. Jan is gewoon de hele tijd aan het leveren, jongen, met die Zoe van hem. Kill. Hey, kill hem ons. Kill. Kill. Doe rustig, kill. Spreng. Oké, kill. Heb je hem al gehaald, Vincent? Ja, nou... Je was zo stil. Nou, nu hebben we hem 1 keer gehaald. Hij is stil in de race. Omdat hij niet al een DNF krijgt op de face. Als Vincent geconcentreerd moet zijn, dan is hij altijd stil. Ik riet tegen een pol. Ja, niet heel stil, maar wel wat stiller, ja.
Nee, gewoon stil. Je zegt gewoon helemaal niks meer. Hou je niet kort. Als je gaat concentreren, kunnen we alles zeggen, want hij hoort het toch niet. Echt nee, wel? Daarom. Ik hoor je. Nee, nu ben je niet aan het concentreren. Ja, dat is waar. Kont. Zo meteen bij die volgende concentreren. Constenteren. Constateren. Konthaar. Kont. Ah, kak! Aan mijn kont. Jansen Zwanus. Oh my god, Gijs, waarom is er die fucking lantaarnpaal? Nou, ik heb in ieder geval lekker in mijn eentje nu de tijd om dat ding te halen. Oh, wat joh. Ik heb Gijs voor je gebeukt, Jan. Ja, hij beukte mij ook. Ja, daarom zeg ik, ik heb hem even voor je gebeukt. Oh, en ik haal hem niet in mijn eentje. Heb ik gewoon alle tijd en rust. Gatsie, daarin. We komen daar, Krobo. Ja, bedankt. Ik ga wel first person. Oh, we komen weer gezellig met z'n allen, Krobo. Ik zie alles in kleurtjes. Ik ben weer bij dat stukje waar je mijn keihard beukte. Oké, top. Krobo denkt, wat een kut leven heb ik, zeg. Ja. Hoezo zou ik dat denken? Nou, hij weet maar het gewoon al. Maar als je first person gaat, verandert de kleuren al. Krobo denkt niet meer, Krobo weet het gewoon. Oh, echt? Rip. Yeah. Ja. Ik heb ook een zonnebril, heb ik in één keer... Ah, ja, dat is heel handig. Ja. Ah, ze lekker tegen de zon, jongen. Ja, ja dat wel. Chill houden. Oh, gas erop. Hop, hop. Relaxed in de nacht, gewoon what zonnebril. What the fuck? Het is een nacht. Ik ben gevallen. Ja, dat, ik landde in de paal. Die ja. Je normaal alleen met een egel ziet. Ik wil niet meer. Hey, Krobo! Yo! Boy! Hey! Oh! Oh, pallet! Oh! Jan! Ja. Continu! Oh, rip. Ja, zag je hem of niet? Ik land een fucking hoog. Wie is er nou derde dan? Oh, Gijs! Oh, ik ben in één keer vierde. Wat? Nee, jullie rijden naast elkaar. Waar rijden jullie nog? Ja, ze rijden nu allebei door de looping heen. Hebben ze hem niet? Nee, ze beuken elkaar een beetje nu hier. Oh, beuken elkaar dan? Ze hebben hem. Oh, we rijden ook elkaar bijna. Nee, ze vliegen over elkaar heen. Beuken Vincent elkaar verder. Dan. Vincent vliegt over de checkpoint. Hij heeft hem wel. Yay! Gijs, je kunt hem beuken. Oh, dikke vette baliebal. Kom op, jullie hebben 10 seconden speling. Je kan eentje iemand DNF geven. Ja, maar dan moet je wel elkaar beuken. Vind je de verkeerde kant op? Ik of weet het. Of één iemand of niemand. Nee. Ah! Wacht even. Vincent. Ja. Er zit een breuk in de lijn. Stop. Hij kan op de F-stuk. Hou je kop. Ik had Vincent. Voor het ding. Ik had Vincent, een stopwoord. Egel. Vincent, remmen, nee. Bochtje. Oh my god. Oh my god. Ah! Nee! Ah, allebei gewoon! GG! 2 DNF's. Gijs, je komt finishen. Gijs, je hebt nu 2 DNF's achter elkaar. Gijs. Hey, 41. Woe! Hey, check die knappe man. Oh, ik heb gewoon zweethanden van dat gepraat van Krobo, man. Kapper. Zweetbillen. Godmonde you. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe DNF-strijders. Ik ga jullie even de tussenstand vertellen. Ik heb er 46, Gijs heeft er 48, Krobo 10,5, Jan 32,5. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe DNF-strijders. Vond je het leuk? Druk op het duimpje omhoog. Vergeet het abonneren op mij als het nog gedacht gaat bij Superheld. Zeg nog tegen de mensen, Vincent. Tot de volgende keer. Vincent, en... luister, ik wil nog één ding zeggen. Nou? Wie had er 48? Gijs. En jij hebt er 46, dat betekent dat Gijs er 2 meer heeft. Nee, dat betekent dat Vincent er 2 minder heeft. Tot de volgende keer en we gaan ciao! Dit bestuderen.